Goedemorgen dames en heren, welkom bij dit studio-webinar van Rom Magazine in samenwerking met Twijnstra Gudde over het thema zoeken naar samenhang bij de transitie van landelijk Nederland. De schijnwerpers staan in deze tijd vol op het landelijk gebied. Nadat we sinds de jaren 80 als vakwereld die zich bezighoudt met ruimtelijke ontwikkeling vooral naar de stad hebben gekeken. Er is ook alle aanleiding om de focus te verleggen naar het landelijk gebied. De stikstofproblematiek, de belabberde staat van de natuur en de slechte staat ook van de waterkwaliteit zijn de urgente aanleidingen om na te denken over een andere manier van voedsel produceren en agrarisch grondgebruik. Maar er speelt veel meer in ons landelijk gebied. Zoveel meer dat er op nationaal en regionaal niveau wordt nagedacht over een transitieagenda. In één klap alle uitdagingen aanpakken, integraal. Dat kan worden gezien als het centrale uitgangspunt van die agenda die op nationaal en regionaal niveau wordt ontwikkeld. Maar dat moet wel waardig en fatsoenlijk gebeuren, schreef minister Van der Wal in de Kamerbrief eind november met de titel Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dat alle belanghebbenden, de boeren voorop, betrokken zijn en blijven bij die gebiedsprocessen? Wat vraagt het van alle betrokken partijen om in een open proces tot resultaten te komen die ook weer niet te lang uitblijven? Wat leren we van de ervaringen die er al zijn opgedaan of worden opgedaan op dit moment? Op die vragen en vele andere proberen we tijdens dit studiogesprek antwoord te krijgen. Daarvoor hebben we André Schaminé en Michiel Kappendijk in de studio. André Schaminé is partner bij Twijnstra Gudde en de oprichting van de Social Design Groep. Hij leidt een groep ontwerpers die zich bezighoudt met allerhande transitievraagstukken, waaronder transitie van het landelijk gebied. Een aantal ervaringen van de afgelopen jaren verwoordde hij in het essay Werken aan transities, 10 vuistregels voor een effectieve aanpak, dat aan het einde van dit webinar als gratis download beschikbaar is. We trappen zo af met André die een toelichting geeft op de vuistregels en er een paar uitlegt. En vervolgens in het debat komen we daar uitgebreid op terug. André, wat betekent ontwerpen in dit verband? Ja, goedemorgen. Goeie vraag, want veel mensen denken bij ontwerpen al heel snel aan mooie spulletjes. Daar zijn wij wat minder van. Ontwerpers zijn altijd heel erg geïnteresseerd om te beginnen in hoe is een probleem georganiseerd. Want veel van onze problemen zijn heel goed ontworpen. Dus dat willen we eerst snappen hoe het ontworpen is, voordat we eens komen tot nieuwe voorstellen. Bij ontwerpers staan mensen centraal, dus we willen heel graag weten wat de mensen drijft die met deze grote veranderingen te maken hebben. We proberen een verbindend perspectief te maken, waardoor mensen weer zin krijgen om eraan te gaan werken. En het laatste is dat ontwerpers, we hebben soms heel veel bravoure, maar soms zijn we ook heel bescheiden. Niet al onze ideeën zijn we meteen van overtuigd dat die werken. Dus eigenlijk ieder idee, iedere aanname die we doen, zijn we geneigd om heel snel een test te doen. We noemen dat dan vaak prototyping, hè? Dus testjes te doen om meer te leren over onze mogelijkheden. Nou, het zijn precies die vier factoren die binnen transities best handig blijken. Want mijn team en ontwerpers in het algemeen hebben best wel een fascinatie voor systemen, systeemsverandering, transities dus. En de afgelopen jaren hebben we het nodige geleerd en ontdekt. En vandaar dat ik daar een essay omheen geschreven heb. Ja, dankjewel. Na jouw presentatie komen we uitgebreid terug ook op het belang van ontwerpen bij dit gebiedsproces voor het landelijk gebied. Omdat dat een van de onderdelen is die jij ook in die 10 vuistregels, dat essay, behandelt. De tweede gast is Michiel Kappendijk. Welkom Michiel. Hij is senior adviseur landelijk gebied en ontwikkelt samen met collega's de dienstverlening van Twijnstra Gudde op dat gebied. Hij heeft veel ervaring met samenwerkingsvraagstukken en in de loop van de jaren is zijn interesse verbreed van vooral economie, de natuur en landschap. Ook leefbaarheid heeft in toenemende mate zijn interesse als sturend principe in de ruimtecoördening. Michiel, waarom is die leefbaarheid voor jou zo belangrijk nu? Nou ja, als je de transitie in het landelijk gebied bekijkt vanuit de emissies, stikstof, bodem, water, is dat ongelooflijk complex. En daarom zijn de mensen hier ook aanwezig bij dit webinar, denk ik. Maar als je het bekijkt vanuit leefbaarheid is het eigenlijk misschien heel simpel. Mensen willen gewoon een fijn leven. En mensen voelen zich daar bedreigd in en daar ontstaat ook een geweldige verder weerstand in. En misschien kan je veel beter vanuit dat uitgangspunt naar de transitie kijken dan alleen vanuit die emissies wat zo ongelooflijk complex is. Ja, maar leefbaarheid is natuurlijk in het kader van de ruimtecoördening altijd een belangrijk aspect geweest. Hè?
Maar is het misschien een beetje uit beeld geraakt in de loop der tijd? Ik denk dat het zeker uit beeld is geraakt. En als je door het landschap fietst of wandelt, dan kan je meteen zien wat er aan de hand is. Dat we heel veel dingen doen die weinig met leefbaarheid te maken hebben, vind ik. Dankjewel. We komen straks daar ook uitgebreid op terug. Verder aan tafel mijn collega, redacteur Jan Jager. Jan houdt de chatbox bij tijdens dit gesprek in de studio. U wordt namelijk gevraagd als deelnemer om actief mee te doen. Door niet alleen vragen te stellen, maar wellicht ook aandachtspunten, ervaringen. Dat kan natuurlijk alleen maar kort in de chatbox met ons te delen. En die leg ik dan voor, of legt Jan voor, aan de mensen hier aan tafel. Goed, André, mag ik jou als eerste het woord geven voor een korte presentatie over je vuistregels? Ja, en ik ga het kort houden. Dit is nog eventjes het team waarmee ik werk. Het is nog niet helemaal volledig. We moeten nog even een nieuwe foto maken. Ik wil een paar vuistregels uitlichten. En het grootste deel van dit gesprek vandaag zal gaan over het hoe. Over nieuwe benaderingen voor transities. Ik wil kort beginnen met het wat. En veel van de mensen in het webinar zullen waarschijnlijk het werk van Drift en NSOB kennen. Maar ik wil daar nog even iets bij zetten. En dat gaat eigenlijk over dat niet iedere grote verandering een transitie is. Dus we gebruiken het woord transitie misschien wel een beetje te licht. Om dat uit te leggen. We hebben eigenlijk te maken met drie vormen van veranderen. En de eerste vorm is, dat noemen we ook wel een soort optimalisaties. En ik heb daar een sheet van meegenomen. Hoop ik. Oh, je zit ervoor, Jan. Ik kan het niet precies zien. Ja. Optimalisaties, dat gaat eigenlijk over doen wat je deed, maar dan een beetje beter. En we hebben het vaak over in de landbouw over technische innovaties. Een nieuwe stalvloer, een luchtwasser, dat zijn eigenlijk allemaal van die eerste orde veranderingen. Supergoed dat ze er zijn, hè? Dus we doen wat we doen, maar we doen dat beter. Optimalisatie is wel iets anders dan een transitie. Dat is goed om ons te realiseren. Een tweede orde van veranderen, dat gaat over transformatie. En transformatie, dat gaat niet over beter, maar dat gaat over anders. Stel, je bent een agrarisch ondernemer en je hebt een intensief bedrijf en je besluit om over te schakelen naar kringlooplandbouw of naar natuurinclusieve landbouw of biologische landbouw. Dan hebben we het over anders. Dat is eigenlijk een transformatie van je onderneming. En transformaties zijn dan een stuk ingewikkelder, een stuk complexer ook. Maar het is nog min of meer te overzien. Dus je bedrijfsvoering wordt anders, waarschijnlijk worden de producten anders, je leveranciers. Heel veel gaat veranderen, maar het is nog in een vrij gecontroleerde omgeving. Er zijn bijvoorbeeld proefboerderijen waarbij je goed kunt kijken hoe dat werkt, zo'n omschakeling. Maar een transformatie is nog iets anders dan een transitie. Want transities, dat gaat eigenlijk over de systeemverandering. Dat gaat over de hele wijze van denken, handelen, organiseren. Het is veel complexer, het is onbegrensd. En dat gaat over veel meer dan alleen die optimalisaties en die transformaties. Ik kan me voorstellen dat dit een beetje klinkt als misschien wel haast semantiek. Hè? Waarom zouden we hier nou zo zuiver over zijn? Maar het is belangrijk, zeker in de transitie van. Dus eigenlijk zeg jij, als ik even mag onderbreken, wees precies in wat je precies beoogt met waar je mee aan de slag gaat. Wat ik heel vaak hoor, en dat zelfs in een rapport van Remkes, is vaak dat we het woord transitie gebruiken. En als we dan kijken naar wat voor veranderingen staan we voor, wordt er toch heel veel gesproken over die eerste en tweede orde veranderingen. Okay. Ja. En luister, er is geen transitie zonder transformatie. Optimalisatie, technische innovatie zal altijd doorgaan. Een sector die niet technisch innoveert, die niet innoveert, daar loopt het vaak ook niet goed mee af. Maar je moet wel secuur zijn in hoe die dingen samenhangen. En daar wil ik eigenlijk ook graag wat over zeggen. Want kijk, die technische innovaties, daar is wel iets mee aan de hand. Met technische innovaties hebben de boeren bijvoorbeeld hun emissies de afgelopen jaren behoorlijk teruggebracht. Er valt van alles over te zeggen. Die afname is op sommige vlakken wat gestagneerd. En sommige labopstellingen die blijken in de praktijk wat minder goed te werken. Heeft de Raad van State ook wat over gezegd. Maar die technische innovaties, het is niet gek dat mensen daar potentie bij voelen. Er is wel wat mee aan de hand. Een technische innovatie kost geld. En geld moet terugverdiend worden. Het zijn ondernemingen. Die moeten zwarte cijfers schrijven. Dus als je die investering terug wilt verdienen, hoe ga je dat doen? In de regel is dat toch door bijvoorbeeld wat meer vee op stal te zetten. Je gaat wat meer produceren en daarmee verdien je die investering terug. Los van dat die weg wat ingewikkeld is geworden, zitten we hier met een transitie. En een transitie is
echt wat meer dan een opeenstapeling van sectorale maatregelen. Dus als je, stel je bent een melkveehouder en je wilt een nieuwe vloer erin leggen om emissies tegen te gaan, dan kost je dat geld. Tegelijkertijd zien we dat de kaderrichtlijn water, daar wordt gesproken over extensivering. En dat betekent eigenlijk dat je meer areaal grasland moet hebben per koe. Of wat terug moet, dat betekent dus meer gras kopen of terug moet in het aantal koeien. Dat grijpt behoorlijk diep in je bedrijfsmodel, in je verdienmodel. Ja. Dus de vraag is of de technische oplossing voor het ene sectorale opgave je niet in de weg gaat zitten bij de oplossing voor de andere sectorale opgave. Ja. Dus die opeenstapeling van optimalisaties kan een transitie lelijk in de weg gaan zitten. Dus je moet eigenlijk die samenhang der dingen meteen vanaf het begin dat je gesprek voert met alle betrokkenen op tafel proberen te krijgen. Nou, dat lijkt me heel verstandig. En ik wil ook nog even kort iets zeggen over die transformatie. Want ook in het Rijksbeleid wordt vaak gesproken dat er een slag moet worden gemaakt naar kringlooplandbouw, naar natuurinclusieve landbouw, et cetera. Agrarische ondernemers stellen vaak de vraag, ja, wat is dat dan precies? Hè? Als we van A naar B moeten, wat is B precies? Nou, dan vervolgens komt de puzzel, hoe kom ik van A naar B? Want ik moet afschrijvingen gaan doen, ik moet vaardigheden gaan ontwikkelen. Maar de belangrijke vraag is, als ik op B ben, voor wie produceer ik dan eigenlijk nog? Ja. En dat is een belangrijke vraag. En ik wil hier een kleine rehabilitatie doen van de perspectiefnota van minister Staghouwer. Daar is natuurlijk heel veel kritiek op gekomen. Maar wat er wel goed was aan die brief, was dat er heel duidelijk aangaf dat als boeren een ontwikkeling maken en een ander die transformatie doormaken, is dat er best wel veel dingen moeten gebeuren om te zorgen dat zij zich niet uit de markt prijzen. Dat ze een gezonde onderneming houden. En dat gaat dan, dat kan gaan over de btw op biologische producten, dat kan gaan om het goed op waarde zetten van systeemdiensten. Dat kan gaan over het kunnen doen van afschrijvingen. Het kan zelfs gaan over het doen van handelsverdragen. En dan zit je dus in één keer in een ruimte, die is groot, die is complex. Wie gaat er eigenlijk over? Ja, ik wou net zeggen, dan ben je inmiddels al in Brussel en nog hoger. Ja, precies. Dus dat een boer die gevraagd wordt om een transformatie te maken naar een andere bedrijfsvoering er niet helemaal op gerust is dat al die systeemelementen gaan meebewegen in het tempo dat hij, als hij op B is aangekomen, ook een vitale onderneming kan runnen. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, ja. Nou, dat is mijn pleidooi. Dit gaat even over het wat. En ik denk dat die drie orders van veranderen in je transitieaanpak, dat het loont om daar wat secuur in te zijn en ook na te denken over die samenhang. De rest van mijn verhaal gaat wat meer over het hoe. Ja. En ik stel voor dat we dat in gesprek oppakken. In het gesprek, oké. Okay. Ja. Een van de belangrijke onderwerpen die ik ook uit jouw vuistregels haal, dat is als het ware een soort bottomline door alle pagina's heen, sluit aan bij de leefwereld van betrokkenen. Nou horen we dat vaak in het ruimtelijk beleid tegenwoordig. De vraag is ook of we weten hoe we dat dan moeten doen. Het is niet altijd even makkelijk om mensen te bereiken. En welke mensen wil je bereiken? Ik zou heel graag van jou willen weten, ik begin bij jou, Michiel, vul aan als je dat nodig vindt. Welke plaats precies geef je betrokkenen dan in het gebiedsproces? En hoe selecteer je ze? Ja, nou, als ik mag beginnen met dat laatste, hoe selecteer je ze? Ik denk dat niet de goede vraag is. Volgens mij is de goede vraag, hoe nodig je ze uit? Zoals ik er naar kijk, is ja, iedereen die onderdeel is van de opgave, moet onderdeel kunnen worden van de oplossing. Ja. Dus de kunst van het uitnodigen is volgens mij waar het om gaat, niet de kunst van het selecteren. En wie nodig je dan uit? De mensen om wie het gaat, de mensen die de verandering moeten maken. Dus de eerste instantie de boeren? De oplossing zal gaan zitten in de verbinding. Dus ik zou er een warm pleidooi voor hebben om, ja, laten we met elkaar beginnen dat we elkaar goed leren kennen. Dat vraagt een zekere intimiteit. Ja. Maar de toekomst ligt toch in de integraliteit. Dus ik zou het zeker niet steeds heel lang sectoraal blijven opknippen. We moeten dit met elkaar gaan doen. Ja. En welke plek krijgen mensen? Ja, volgens mij, je kunt natuurlijk heel erg nadenken over een participatieladder van informeren, meebeslissen en dat soort zaken. Maar waar het volgens mij over gaat, is dat de agrarische ondernemer maker moet kunnen zijn van hun eigen toekomst. Ja. En dat is, iedereen heeft zijn eigen rol. De ondernemer onderneemt, de beleidsmaker maakt beleid. Maar wat volgens mij om gaat, is dat we in een proces komen en dat we eigenlijk samen een puzzel gaan leggen, dat die ondernemer ook weer kan gaan ondernemen. Ja. Dat er dus grond is voor investeringen. En dat is natuurlijk razend ingewikkeld op het moment dat alles in elkaar grijpt en er nog heel veel dingen onduidelijk zijn. Nou ja, we hebben het nu, ik gaf dat zelf aan, we hebben het over de boeren, de agrariërs. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die in het landelijk gebied wonen, werken. De burgers in het algemeen.
Denk ook aan natuurorganisaties, ja. Want we hebben het over het stikstofvraagstuk, ook in het, vooral in relatie tot de natuur, en dat is vooral de verslechtering daarvan. Dus de vraag is dan, ja, hoe gaat dat aan het begin? Michiel, jij hebt daar ervaring mee. Kun jij uit jouw ervaring voorbeelden halen hoe je dan zo'n tafelsetting krijgt aan het begin? Ja, allereerst denk ik, er wordt gesproken over integraal het beleid. Maar dat is best wel een politieke keuze. Je pakt een aantal elementen eruit en dat noem je dan integraal. Hè? Dat, ja. Dat is gestart met de emissies, inmiddels wel verbreed. Een collega van mij zei laatste keer, alleen het leven is integraal. Dat sluit wel aan bij betrokkenheid, want dan kom je in de leefwereld van mensen. En in plaats van beleidsmatig komen mensen in een ontwikkelende rol. Ja. En voor mij start dat wel gewoon bij aan tafel zitten met elkaar en die kring langzaam uitbreiden. En voor mij is dat ook niet een proces wat je helemaal kan uittekenen van tevoren. En is dat voor elk gebied weer totaal anders. Ja. Ja. Dus eigenlijk hangt het natuurlijk ook af van de opgave die er speelt. Het ene gebied heeft die net weer een iets ander karakter van wie er aan tafel komen. Maar je laat het uiteindelijk afhangen van de dynamiek in het gebied. Nou, ik denk dat de keuze voor een gebiedsaanpak een hele gelukkige is. He, dus daar zitten de ruimtelijke, de economische en ook de sociale samenhang. Dus ik denk dat het heel verstandig is. Ik denk dat het in de wijze van werken is er... het is een beetje getrapt. Dus enerzijds is het hele persoonlijke op het erf, dat is echt maatwerk. He, dus iedere boer moet zijn eigen afweging maken. Tegelijkertijd zijn, ik denk dat een beetje over het hoofd wordt gezien, transities zijn ook heel erg een sociaal proces. He, je kunt wel een verandering vragen, maar dat raakt ook heel direct aan de identiteit van een ondernemer en ook de identiteit van een gebied. Ja. Dus daar samen vorm aan geven. He, dus de omgeving, ik geloof dat Deel dat ooit zei, maar de omgeving van de mens is de medemens. Als boer zul je toch je afwegingen maken, ook in relatie tot je eigen omgeving. Dus je moet voortdurend volgens mij schakelen tussen verschillende tafels. Ja, wat mij intrigeerde in jouw essay, is dat je zegt van dat we bij deze enorme opgave die er is, niet zozeer moeten denken en werken vanuit belangen, maar vanuit waarden. Dat vind ik nogal een omslag, want wij hebben in de ruimtelijke ordeningspraktijk, en dat doen we als magazine, als media, doen we daar ook aan mee, dat er inmiddels bij gebiedsontwikkeling het zaak is dat je de belangen helder op tafel hebt. Ja. De belanghebbende, dat is ook een belangrijk begrip, de belanghebbende. En jij zegt nu, nou, je moet niet in eerste instantie vanuit die belangen redeneren. Het is heel goed om kennis te nemen van de belangen. En sommige belangen die zullen in een transitie stabiel zijn. Een boer heeft nu belang bij een gezond verdienmodel en dat heeft hij in de toekomst ook. Dus die belangen, daar wil ik verder niks aan afdoen. Er zijn een paar dingen over te zeggen. Het eerste wat ik... Laten we eens even fundamenteel naar kijken. Dus als we het hebben over een transitie, het is een ander woord voor systeemsverandering. De belangen in het huidige systeem zeggen eigenlijk heel weinig over de belangen in het systeem waar we straks naartoe gaan. Als je blijft praten vanuit de belangen die er nu zijn, compromissen vinden elkaar ergens in het midden. Ja. Zelden in een nieuwe wereld. En als we kijken wat de compromissen ons de laatste jaren hebben opgeleverd, bijvoorbeeld de PAS was een afweging tussen natuur en landbouw. De natuur is er sindsdien niet beter op geworden en de boeren staan ook niet op de A12 omdat ze zo blij zijn met die PAS. Dus als je op het punt komt dat de compromissen die je sluit vanuit de gevestigde belangen niks meer opleveren, ja, dan wordt het wel, dat is wel een moment om eens een keer fundamenteel te gaan kijken van wat gaan we doen. Overigens, ik merk ook dat dit is niet helemaal een gedachte die alleen bij mij speelt. Ik zag de voorzitter van de SER in Buitenhof die eigenlijk ook zei van de wijze waarop wij gewend zijn om te polderen helpt ons bij dit soort grote veranderingen eigenlijk niet echt meer verder. Nee, maar jij gaat een stap verder. Ik vind dat nogal revolutionair. Je gaat zoeken naar de gezamenlijke waarde in dat gebied. Kun je een voorbeeld geven wat er dan boven komt drijven? Nou ja, precies. Kijk, waarden, dat zijn de diep intrinsieke motivaties waarom mensen tot handelen komen. En als ik we zijn in een aantal gebieden actief geweest en je ziet wat verschillen, maar je ziet ook heel veel overeenkomsten. Dus waar zou het over moeten gaan? Nou, het moet gaan over het vakmanschap. Dus dat je afweging kunt maken. Vanuit de landbouw wordt er heel veel gevraagd om van middel naar doelvoorschriften te komen. Daar zit ook weer de behoefte aan de waarde van het vakmanschap en de autonomie in. Zaken die behoorlijk onder druk staan op het moment dat er grote veranderingen moeten plaatsvinden. Ja, ja. En waarde als rechtvaardigheid, dat is sowieso een waarde die in transities best wel
op tafel mag blijven liggen. Maar dat is natuurlijk ook het gevoel van rechtvaardigheid. En dat zie je dus ook als je langs de weg rijdt en je ziet de protesten van de boeren in het weiland. Dat zijn de slogans die je ziet, hè? Geen boer, geen voedsel en pak ons werk niet af en waar we goed in zijn. Ja, dus over de feitelijkheid van wat daar op die borden staat. Maar waar het over gaat, waar ik geïnteresseerd ben, zijn de waarden. Dus het gaat over vitaliteit van je bedrijf. Dat je gewoon een gezond bedrijf hebt, dat je over kunt geven aan de volgende generatie. En als je geen volgende generatie hebt, dat je het goed kunt stoppen uiteindelijk. Het gaat over het vakmanschap. Het zijn vakmensen. Kan ik mijn vakmanschap inzetten om richting te geven aan mijn eigen toekomst? Autonomie, kan ik zelfstandig mijn keuzes maken? En wat het aardige is dat begrippen als vitaliteit en ook vakmanschap, dat we, als ontwerpers noemen we dat ook wel het brugbegrip. Ja. Dus de agrarische ondernemers hebben zorgen over de vitaliteit van hun eigen onderneming op basis van wat er nu op hen afkomt. Maar ecologen hebben ook zorgen over de vitaliteit van de natuur. En ik spreek beleidsmakers die zeggen, ik heb ook wel eens ooit zorgen over de vitaliteit van mijn beleid. En als je met mensen weer in gesprek bent over vitaliteit, dat blijkt een veel constructiever gesprek dan wanneer je over standpunten of belangen die in het gedrang komt zitten praten. Het gaat echt over van, oké, als we naar een nieuwe toekomst gaan, hoe bouwen we die nieuwe toekomst weer op vanuit datgene wat we echt belangrijk vinden? Die ervaringen die jullie hiermee opdoen, hè, kun je er iets over zeggen? Michiel misschien? Als je dus gaat redeneren vanuit waarde, kom je dan tot een andere dynamiek in zo'n overleg? Ik denk het wel. Ik zou daar twee dingen over willen zeggen. Allereerst bijvoorbeeld de omgekeerde vlag. Ik merk dat die onder beleidsmaker toch wel als bedreigend wordt gezien of negatief. Je kan ook bedenken van, hey, voor welk probleem is dat een oplossing? Wat beweegt iemand om 's ochtends vroeg op te staan en die vlag te hijsen of al die borden te zetten? Hè? Dus dat, ja. En dat, die vlag vertegenwoordigt natuurlijk mega veel waarde. Hè? Dus ik denk dat je dan ook wel, zullen we zeggen, daar de verbinding mee kan aangaan, alhoewel voel je misschien wat bedreigd erin. En een tweede is, wat ik zou willen noemen, is het experiment wat wij dit jaar hebben gedaan, ook op zoek van, ja, wat is nou integraal? En dat hebben we aan de hand gedaan van een gebiedsopstelling. Dat is een soort familieopstelling, alleen dan voor de leefomgeving. Met een concreet gebied, met een inbrenger van dat gebied. Ik zal verder niet noemen wat dat is. En die zitten dan om de tafel, die verschillende mensen hebben die rollen? Die hebben die rollen en die vertegenwoordigen dat. En daar kwam onder andere uit ook het begrip identiteit, dat we ook konden laten vertegenwoordigen. En dat die wat alleenig was. Dus identiteit was niet alleen dat partijen die ver af stonden daar vervreemd van waren, maar misschien ook het gebied zelf wel. En misschien moet je daar ook herbronnen en moet je daar ook die betrokkenheid weer terugvinden. Ja, ja. Dat is een zoektocht. En uiteindelijk kom je natuurlijk weer, ook bij praktische zaken, hoe ga je dat uitvoeren? Maar dat is voor me wel 2-3 stappen verder. Ja, ja. Jij noemde 2 hele belangrijke waarden die je tegenkomt. Ik denk ook in de ervaringen, in de gesprekken die je hebt. Vitaliteit en het ambacht. Zijn er nog meer die hier een cruciale rol spelen als je het hebt over transitie van het landelijk gebied? Boy, ja, natuurlijk. De gemeenschapszin is er duidelijk zo eentje. Hè? Dus het baart mensen ook zorgen dat er best veel boeren stoppen. Dat doet ook iets voor de gemeenschap, dat doet ook iets voor de sociale samenhang. Het aardige is dat de waarden hebben vaak ook een beetje een couleur lokaal. Dus het is wel heel interessant om, daarom ben ik ook zo enthousiast over de keuze om een gebiedsgerichte aanpakken te gaan werken, is dat waarden als rechtvaardigheid en vakmanschap, die spelen overal. Maar wat vakmanschap is, dat krijgt dan weer invulling in de eigen sociale omgeving. Ja. Dus dat maakt je kunt er geen riets over zeggen, maar het krijgt lokaal invulling, wil ik maar zeggen. Ja, ja. Laten we eens kijken, Jan, heb jij inmiddels vragen in de chatbox? Ja, wel een vraag die hierbij aanhaakt. De overheid legt het accent op bedreigingen en vergeten kansen, dus het gaat heel erg om het moeten. En jij hebt het over waarden, hè? Dat zijn dan de kansen, hè? Vitaliteit van het landelijk gebied. Maar welke voordelen hebben deze waarden? Om het heel cru te zeggen. Voor een individuele ondernemer bijvoorbeeld. Ja, ik geloof dat mensen regisseur van hun eigen omgeving, van hun eigen situatie willen zijn. Maker van hun eigen toekomst willen zijn. En met elkaar in gesprek gaan over wat we wel willen, begint ook met, wie zijn wij eigenlijk? Zeg maar, waar,
aan wat voor toekomst willen we bouwen? Wat is voor mij een, hoe ziet voor mij een goed leven eruit? Hoe ziet voor mij een goede onderneming eruit? En dat begint echt wel met hoe kan ik invulling geven aan mijn vakmanschap? Hoe kan ik zelf mijn afwegingen maken? Wat kan ik overgeven? Wat heb ik daarvoor nodig? Dat is die vitaliteit. Ik ben het overigens wel eens dat de focus op wat we niet willen, wat groot is geworden. Ik heb op een aantal plekken in het landelijk gebied gestaan. Ik mag graag, als ik met een agrarisch ondernemer spreek, ook even het erf op. En het valt me nogal zoiets op als ik op het erf loop dat een boer begint te wijzen van daar is er een gestopt en daar is er een gestopt en daar is gestopt. En eigenlijk een paar jaar geleden heb ik al eens een keer ergens gezegd van we moeten misschien eens ophouden om de focus te leggen op wat we niet meer willen. Maar we moeten eens gaan praten over wat we willen behouden. Hmm. Het gaat allemaal zo snel. En dat betekent dus ook dat die middelen die nu vrijkomen, dat we die niet alleen moeten gebruiken om problemen op te lossen, zoals piekbelasters, maar dat we ze juist ook moeten gaan inzetten om mogelijk te maken wat we wel willen. Ja, voordat je weer op een doodlopende weg zit. Ja. Nou ja, ook dat, maar met elkaar praten over wat we wel willen, is natuurlijk, dat geeft natuurlijk veel meer energie dan alleen maar praten over wat we niet willen. Misschien een aansluitende vraag. Hoe krijg je stakeholders commitment voor het probleem en hoe maak je stakeholders in het gebied zelf verantwoordelijk voor de oplossing? Kan een gebiedsautoriteit in het proces het verschil maken of een gebiedsonderneming? Hoe maak je mensen zelf eigenaar? Ja. Dat maakt het misschien een stuk makkelijker. Ik denk niet dat er een generieke oplossing is. Je noemt zelf het woord gebiedsonderneming. Die beginnen in het land op een aantal plekken op te komen. Volgens mij is dat een hele mooie vorm. Dat is een gemeenschap die op een gegeven moment zegt, weet je, we pakken de handschoen op, we gaan die vorm aangeven. Die vragen dan vaak ook wel om wat ruimte. Dus van middel naar doelvoorschriften. Dat is iets wat ik steeds meer tegen begin te komen. Overigens waar ook de WUR met Louis Bolk ook op dit moment best wel stappen op aan het zetten is. Dus ja, zeker. Dus pak die energie die in zo'n gebied ontstaat. En dat is echt niet alleen maar energie van de verschijningsvorm van die energie is niet alleen maar protesten. Hij is ook best wel constructief van nadenken over hoe gaan we die beweging inzetten. En wat je als overheid, denk ik, een van de eerste dingen die je kunt doen is die energie heel goed snappen. Wij kijken altijd meteen vanuit welke waarde komt die energie tot stand. Maar vooral ook denken van wat kan ik doen om die energie te versnellen. Want veel van de paden die mensen voor zich kunnen zien worden natuurlijk ook ingegeven door de kaders waarbinnen ze moeten opereren. Ja. In een transitie moeten we die kaders permanent ter discussie durven stellen. Dus als we die kaders ter discussie kunnen stellen, kunnen we misschien ook dingen gaan versnellen. Maar dat is natuurlijk, je hebt het over het systeem, hè? Dat komt veel ter sprake tegenwoordig bij heel veel uitdagingen waar we voor staan in de samenleving. Het is onderdeel van het systeem. En jij zegt nu eigenlijk, stel het systeem ter discussie of durf het systeem ter discussie te stellen. Ja, want ik begon mijn verhaal natuurlijk met te vertellen dat er geen transitie is zonder transformaties. En ik had het toen over de agrarische ondernemer, over de boerderijen. Maar die transformaties gaan natuurlijk ook de overheid aan. Ja. Dus de overheden, wij zullen ook moeten gaan transformeren, omdat een hoogleraar waarmee ik veel werk, die zegt, ja, organisaties zijn ook vergeperfectioneerde oplossingsmachientjes. Oplossingen voor het oude probleem. Ja. Dus voor de nieuwe opgave zullen we dat oplossingsmachientje weer moeten gaan herontwerpen. Dus dat betekent ook dat we ook in ons eigen huis, en ik zeg maar even ons eigen huis, omdat deze dit webinar zich ook vooral richt op ambtenaren van overheden. We zullen ook moeten gaan kijken hoe wij zelf die energie in gebieden kunnen versnellen door barrières weg te nemen, om dingen mogelijk te maken, om misschien experimenteerruimte in. Even de vraag naar jouw collega, naar Michiel in dit verband. Want jij, een functie die jij ook vervult, waarvoor je nu niet aan tafel zit, is bij de VNG ben jij betrokken bij heel veel gebiedsprocessen nu op dit moment. Hoe zit de overheid daarin over het algemeen? Kun je dat überhaupt wel zeggen in het algemeen? Hoe plooibaar is die als het gaat om het systeem ter discussie durven stellen? Als je redeneert vanuit waarden. Dat zijn wel een hoop vragen in één keer. maar allereerst, ik loop ook best wel op een aantal plekken waar men al langjarig best wel positief bezig is. Waar er ook een soort gedeeld beeld is hoe men naar de toekomst kijkt. En ook dat, ondanks dat alle ellende die in de media lijkt te zijn, dat er ook positieve bewegingen worden gemaakt. Hè? Maar het merendeel is denk ik nog dat men toch een beetje met de handen in het haar zit. Hoe moeten we dit in hemelsnaam gaan oplossen? En dat gaat zowel om deskundigheid. Hè? We doen juist de mensen aan tafel als capaciteit. Is dat wel voldoende? Hoe verhouden wij ons eigenlijk tot elkaar? Dus ik denk dat er nog behoorlijk rond de hete aardappel heen wordt
Hoe verhouden we ons tot elkaar? Dat geldt dus ook voor de overheid, binnen de overheden. Zeker. Verticaal, horizontaal. Ja, ja, dus we hebben de provincies als gebiedsautoriteit aangewezen. Ik voel daar best wel wat voor. En tegelijkertijd blijft het de middenbestuur die, ja, krijgt die voldoende vrijheid daarin. Of kan die rol daadwerkelijk pakken. Ja. En misschien moeten we het ook, want het is een beetje het systemische verhaal. Er worden nu dingen opgetuigd. Daar zijn we nu praktisch maar een jaar mee bezig sinds de start van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Misschien moeten we ook niet verwachten dat zo snel er al resultaten te boeken zijn. Dus ik zie de ontwikkeling die ook wel gaande is. We hebben een dienstlandelijk gebied. Die hebben we de nek omgedraaid en de productschappen en daarvoor het landbouwschap, et cetera. Ja, ja, ja. Daarmee hebben we, dat is om redenen, maar daarmee hebben we het kind denk ik ook met het badwater weggegooid. En dat gaan we nu weer opbouwen. En dat zou zomaar ook weer jaren kunnen duren. Ja, hebben we eigenlijk niet gewoon weer een dienstlandig gebied nodig, Michiel? Nou ja, ik denk eerlijk gezegd van wel. En ik merk ook dat heel veel mensen die ooit bij het dienstlandig gebied hebben, die zijn na 2010 in een soort diaspora over alle overheidsdiensten terechtgekomen. Een beetje met de staart tussen de benen van de opgeheven dienst. En die komen nu weer terug. En die zijn ook best wel gemotiveerd om hun kennis weer te mogen inbrengen. En ik denk dat ook een geweldige kennisbasis is ook voor jonge mensen om daarmee aan de slag te gaan. Ja, dit is trouwens ook zo'n systeemkenmerk. Hè? Er wordt bijvoorbeeld een keer besloten dat we die DLG niet meer nodig hebben. Hmm. Nou goed, dat is wel een enorme bottleneck nu. Want er ontbreekt gewoon kennis en ervaring op dit terrein. Ja, en tegelijkertijd wil ik ook wel een lans breken voor alle professionals die er nu aan werken. Ik ben ook altijd weer verbaasd over hoeveel kennis er gewoon wel is. Ja. En ook hoe dicht ook veel ambtenaren bij de ondernemers staan. Hè. Dus die banden zijn vaak vrij direct. En ja, niks ten nadele van de oude DLG. Maar ik denk zeg maar dat we in deze fase na gaan denken over structuurveranderingen. Dat gaat ons heel veel tijd kosten. Ja. Dus laten we dat tot het minimum beperken. En de oplossing is dan niet dat je in eerste instantie weer een soort rijksinstantie gaat optuigen? Nee. Dat zou... Het kan uiteindelijk een conclusie zijn dat het heel verstandig is. Maar als vertrekpunt denk ik dat het vooral heel veel tijd gaat kosten. Nou, hoe kijk je dan tegen de opbouw van een RTLG aan? Ah, dat is vrij specifiek. Ja, goed. Ik denk dat het verstandig is. Dus dat is echt gericht op het landelijk gebied, op die regionale samenwerkingen. Dus dat is dus meer gebiedsgericht zou ik gebiedsgericht. Ja. Er zit ook een, zeg maar, volgens mij ook wel een mentaliteit in waar we die we nodig hebben. Maar in zijn algemeenheid zie ik wel van als we een grote opgave hebben, dat we eerst na gaan denken over structuur. En soms is dat nodig. Maar dat kan ook afleiden om tot handelen te komen. Terwijl mag je bij aanhaken met een vraag van een kijker? Je hebt natuurlijk nog altijd te maken met gemeentegrenzen. Hoe ga je om met bestuurlijke besluitvorming, met gemeentegrensoverschrijdende aanpak? Extra complex. Nou ja, kijk, allereerst heeft de gemeente formele bevoegdheden. Hè, dus die bevoegdheid is om de ruimtelijke ordening daarin een belangrijke rol te spelen, toezicht, handhaving. Dus dat is, en dat gebeurt voor belangrijke aspecten ook binnen een gemeenteraad. Ja, dus je kan allerlei dingen willen en goede ideeën hebben, maar als je zo'n gemeente niet meeneemt, loop je wel het risico dat je op een gegeven moment toch weerstand krijgt. Weerstand krijgt om allerlei gebied. Of een verkiezingsrevolte. Ja, verkiezingsrevolte. En dus is die betrokkenheid in die gebieden en in die leefwereld gaan zitten, want dan neem je automatisch dat aspect ook mee. Ja, nee, maar de vraag was ook met name, hoe ga je nou om met wat er in andere gemeenten wordt ingebracht? Politiek? Door burgerij, boeren. Dat moet je gewoon meenemen natuurlijk. Ja. Dus en vaak worden dit soort zaken ook in regionaal verband aangepakt. Hè? Ja. Dus ja. Dan kan je die intergemeentelijk, interprovinciaal, meerdere waterschappen. Ja, luister, welke grens je ook trekt, het is de verkeerde. Dus je zult altijd van hebben dat mensen zeggen van ja, weet je, ik zit met mijn onderneming hier, mijn land daar. En dat blijft in de maar partij. Die regionale aanpak, vandaar die gebiedsgerichte insteek, dat is eengene die dit moet ondervangen. Ja, en ik denk dat het ook heel goed kan. Ik heb wel een voorbeeld, denk ik, dat wat in ieder geval 10, 15 jaar goed heeft gewerkt in de Duin-en-Bollenstreek, waar in 2010 eigenlijk is door 5 of 6 gemeenten destijds gezegd, we hebben een aantal plannen
Dat we zowel het landschap willen beschermen. Het bollenlandschap is natuurlijk wereldberoemd. Maar we willen ook die bollenboeren ter hand zijn. En daar hebben die 5 gemeenten hebben uiteindelijk gezegd, wij richten met elkaar een publieke ontwikkelingsmaatschappij op. Die zetten een beetje afstand van de politiek. En die gaat ons buitengebied, zullen we zeggen, op de principes die in de gemeenteraden zijn vastgesteld, proberen uit te voeren. En dat heeft behoorlijk lang zeer succesvol gewerkt. En er komen natuurlijk altijd weer nieuwe tijden in, et cetera. Ja. Maar zoiets kan ik me wel voorstellen dat voor sommige gebieden ook een oplossing zou kunnen zijn. Dat je met gemeenten samen een beleid vaststelt. En vervolgens in een ontwikkelingsmaatschappij dat laat uitvoeren. Die ook een beetje weerstand en robuust is om niet na 3 jaar, als weer wat veranderd is, aan elkaar valt. Ja. Ja, even, Jan, jij blijft volgen hè, als er een vraag binnenkomt. Ik wil heel graag naar het tweede thema voor het gesprek. Waar je ook ziet dat er een heel groot spanningsveld is. Dus aan de ene kant, als je dit op deze manier wil opzetten, heb je tijd nodig. Moet je zo'n gebied de mensen tijd geven. Aan de andere kant zijn er wel een aantal problemen, zeer urgent, die moeten worden opgelost op dit moment. Jij hebt het in jouw 10 punten vuistregels. Over een lerende aanpak. Werk met een lerende aanpak. Dus je weet niet waar je eindigt. Dat is een open einde. Hoe verhoudt dat zich tot de druk om nu oplossingen te krijgen? Vooral voor het stikstofvraagstuk bijvoorbeeld. Misschien is het een minder grote tegenstelling dan dat het op het eerste oog lijkt. Kijk, laten we even 1 stap achteruit zetten. En als we praten over transities, dan weten we ook vanuit de literatuur dat het vaak 25 tot 50 jaar duurt voordat dat nieuwe systeem helemaal staat. Ja. Dat soort tijdshorizons zijn natuurlijk echt wezenlijk anders dan wanneer je iets op een kortere looptijd doet waarvan je aan de voorkant bedenkt wat je wil hebben en dat dan planmatig gaat uitvoeren. Dit is complex. Dus dat betekent dat er heel veel aspecten invloed hebben op jouw transitie. Die aspecten die grijpen ook nog eens aan elkaar. Het gaat over maatschappelijke ontwikkeling, dat gaat over technische innovatie, dat gaat over lokale situaties, dat gaat over incidenten. Dat blijft 50 jaar op elkaar ingrijpen, of 25, 50 jaar op elkaar ingrijpen. Dus dat betekent dat je, dat zal niet in punt komen dat je zegt van nou, nu hebben we de blauwdruk voor hoe we het gaan doen. Dus er is eigenlijk ook niet echt, dus de conclusie is, je hebt ook niet veel keus anders dan een lerende aanpak. Dat betekent niet dat je nooit keuzes maakt. Dat betekent niet dat je nooit eens iets verankert. Binnen transities hebben we het vaak over transitiepaden. Dat zijn lange lijnen waar langs een ontwikkeling plaatsvindt. En je kunt redenerend naar waar je ongeveer uit wil gaan komen, kun je wel terug gaan redeneren naar wat voor keuzes je hebt die te nemen. En zo'n eerste keuze geeft dan ook weer richting aan het vervolg van dat transitiepad. Ja. En ik denk dat wat zo'n lerende aanpak op gericht moet zijn, is om de belangrijkste onzekerheden die je hebt op dit moment, om die zo efficiënt mogelijk te onderzoeken en de inzichten die eruit komen te verankeren in beleid, in regelingen, in instrumenten, et cetera. Zodanig dat de ondernemer, regisseur van zijn eigen toekomst, een transitiepad kan kiezen en op een gegeven moment ook echt keuzes kan maken van oké, nu maak ik een grote stap. Daar voel ik me ook zeker over, want de context is met mij meebewogen. En van daaruit kan ik weer verder gaan kijken. En in iedere stap houd ik een vitale onderneming. Blijf ik bouwen aan een vitale onderneming. Ja. Dus een lerend traject, een lerende aanpak over een langere periode betekent niet dat je geen keuzes maakt. Integendeel. Nee, begrijp ik het goed als jij zegt van verschillende transitiepaden, dat je ook als, want er zijn mensen die dit proces aan moeten sturen. Hè? En we denken natuurlijk in eerste instantie aan de provincie, de regionale overheid of gemeente. Dat die moeten leren werken in verschillende snelheden. Er zit iets in je vraag wat ik er toch even uit wil halen. Het aansturen van een transitie, dat is een gedachte waar je vreselijk een beetje van de koude kermis uitkomt. Ik denk weer te veel vanuit het systeem. Nou, je denkt in een vrij klassieke probleemoplossing. Aansturen betekent dat je er volledig over gaat. En het probleem met transities is, iedereen heeft rollen, maar heel veel van de dingen die in een transitie moeten gebeuren, ligt buiten je invloedssfeer. En wie dan je is, maakt niet eens zoveel uit. Nee, maar kan jij je voorstellen, want is dat in mijn vraag opgesloten, dat natuurlijk dat voor een overheid heel lastig is. Ja, natuurlijk is het. Je moet besluiten nemen. Ja, natuurlijk is dat lastig. Natuurlijk is dat lastig. Ja. Maar daarvoor moet je denk ik ook robuust zijn. Hè? Mensen en ook kijkers die langdurig bij gebiedsprocessen betrokken zijn, of ontwikkelingsmaatschappijen, die zullen na 15 jaar eens terugkijken naar het oorspronkelijke plan.
Nou, daar is meestal weinig van terechtgekomen. Het is totaal anders geworden. Hè? Dus de lerende aanpak zit eigenlijk al impliciet in de ruimtelijke ordening. Of we dat nou leuk vinden of niet. En niemand heeft controle op de, ja. op de toekomst. En gebiedsprocessen die dus heel star zijn, die zijn ook eigenlijk gedoemd te mislukken. En misschien is het, als je bijvoorbeeld kijkt naar het natuurbeleid, als je kijkt van welke goede bedoelingen daar ook aan verbonden zijn, dat is natuurlijk ontzettend star geworden. We komen niet meer voor of achteruit. En ja, daar zullen we ook nog ergens de ruimte moeten vinden om daarmee aan de slag te gaan. En nou, misschien als laatste, hè, want die urgentie, ja, die is vastgelegd in de wet. Ja. Hè, met de wet stikstofreductie en natuurverbetering. Maar we moeten ook lekker oppassen voor, zeg maar, de dictatuur van de deadline. Want dat iets urgents en wenselijks is, wil niet dat het haalbaar en mogelijk is. Dat heeft bijvoorbeeld de provincie Overijssel voor de kerst nog eens eventjes in de wereld ingeslingerd. Ja. Niet alleen met het geld wat we er nu voor beschikbaar hebben, gaan we het niet redden. En we hebben tijd nodig. Je moet dit soort processen tijd geven. Maar goed, de druk is hoog. Ook in Den Haag. Precies dat. Dus de druk is hoog. En volgens mij gaan we de meeste meters maken, gaan we de meeste snelheid maken. En die is ook nodig, gegeven de staat van de natuur onder andere. Er zijn nog meer aanleidingen om snelheid te maken. Maar die snelheid gaat ontstaan als we met elkaar in beweging komen. En wat ik misschien een beetje provocerend, maar wat ik dus ook in mijn essay heb neergelegd, van het zal ons helpen om op te houden om te denken dat we eerst dé oplossing moeten hebben, die we vervolgens planmatig gaan uitvoeren. En veel meer moeten nagaan denken, hoe krijgen we de boel in beweging? Is die druk goed? Of onrealistisch, dat is ook een vraag. Hoe kun je die transitie goed vormgeven, terwijl er vanuit het Rijk en Provincies een hele strakke planning wordt aangehouden? Is die druk goed volgens jou om de boel in beweging te zetten? Ja, het antwoord op mijn vraag maakt denk ik niet eens zo heel veel uit. Nee, die druk is er. Die druk is er. De vraag is of haalbaar is. Kijk, het is diep menselijk om niet erg veel zin te hebben in een transitie. Mm. Je krijgt zoveel onzekerheden, in dit geval op je erf. Het is volgens mij heel menselijk om daar, Dus die druk gaat wel, die gaat wel bijdragen aan die beweging. Daarop aansluiten, misschien heb ik het verkeerd geïnterpreteerd. Maar hoe kom je dat wordt gevlucht in eerste en tweede orde oplossingen? Dus optimalisatie, innovatie, die misschien wel iets van winst oplevert, maar op de lange termijn het probleem misschien alleen nog maar verergert, omdat daar ook weer meer productie voor nodig is om het te financieren. Transformatie is ook niet echt de oplossing. We moeten toe naar een transitie en die kun je niet opleggen. Dat moet je niet doen. De ideeën, het moet vanuit de gebiedsstakeholders zelf komen. Hoe voorkom je dat het toch gevlucht wordt in die eerste en tweede orde? Mijn eerste pleidooi is om samenhang aan te brengen. Want innovatie en transformatie horen bij transities. Dus het is niet of-of. Mm-hmm. Maar wat in ieder geval goed werkt is, kijk, het is natuurlijk best lastig als je heel lang iets hebt gedaan vanuit een bepaalde manier van denken, bepaalde cultuur van handelen, waarbij iedereen om je heen zegt, en zo moet het. En dat je dan het kan niet. Je kan niet van de ene op de andere dag anders gaan handelen. Maar, en dat zat ook al een beetje in het verhaal van Michiel, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die de transitie, zoals we het over spreken, naar een heel ander soort type landbouw, al lang omarmd hebben. Die er al lang mee aan de slag zijn. En als je met die mensen gaat praten, dan kom je in één keer op een heel ander domein, want dan hoor je toch verhalen van, wij kunnen bijvoorbeeld geen meters maken, omdat, laten we zeggen, het systeem niet voor ons is ingericht. Wij willen eigenlijk wel dingen doen, maar wij kunnen ook niet de snelheid maken. Nee. En het is heel goed om naar die dwarsdenkers te gaan kijken, naar die, in vaktaal heette dat de niche-spelers, dus die nieuwe toekomst willen en eigenlijk, een beetje geëquipeerd kunnen worden om die snelheid te gaan maken. En ik denk het voorbeeld dat het wel kan, en zeker als je kunt laten zien van, en kijk, je vakmanschap heeft daarin een plek, en kijk, je autonomie, je eigen afweging hebben een plek, en kijk, er zit een gezond verdienmodel onder, dat heel erg verleidelijk kan zijn. Want ik denk dat ook heel veel van de boeren het ook behoorlijk zat zijn, zeg maar, dat het steeds een klein beetje wordt aangedraaid en een klein beetje minder wordt, als dat dan echt een ander perspectief gaat ontstaan. Het andere perspectief, er zijn al lang mensen die eraan werken, maar die hebben niet altijd een plek aan tafel, worden niet altijd gehoord en worden ook niet altijd gefaciliteerd. Nou, misschien zijn er mensen onder de kijkers, luisteraars, die hier meer ervaring al mee hebben. Dus daar zou ik graag aan willen vragen, in hoeverre ze dit ondersteunen, die lerende aanpak als methode. Ja. En wat voor ervaringen ze daarmee hebben. Dus breng dat in de chatbox, Jan houdt het bij. Ik had zelf als vraag, hoe hou je iedereen aan tafel als je niet mag denken in oplossingen meteen?
Ja, het is dus iets te dogmatisch. Dat uiteindelijk wil je met elkaar in de bewegingen en stappen zetten. Maar de oplossing, dat we een tekening maken en zeggen, zo gaat het landelijk gebied er op deze plek uitzien en dan kan precies dit. En je zag al wat er bij dat stikstofkaartje gebeurde. Dat gaat hem gewoon niet. En iedereen voelt dat ook wel. Ja. Ja. Dus de keuze, volgens mij zit het instrument waar we meer aan hebben dan het denken aan oplossingen, zit in die transitiepaden, die uitgaan van beweging, die recht doen aan de mensen om wie het gaat, waar ze zelf hun keuzes in kunnen gaan maken en waar we met elkaar de puzzel gaan leggen. Dus eigenlijk zeg jij als advies aan provincies nu, hè, niet, ik vertaal hem eventjes, die moeten nu de nationale programma gaan uitwerken, naar het provinciale programma, van zet dat op in de vorm van transitiepaden. Definieer transitiepaden. Ja, ik denk dat het die transitiepaden kunnen een instrument zijn waarin je gaat zien hoe de grote veranderingen die op het erf komen en de grote veranderingen die dus ook vanuit de publieke organisaties moeten komen, hoe die gaan samenvallen. Ja. En dat betekent niet dat iedere transitie op ieder plek kan. Er is een heel mooi rapport van de SER verschenen over transitiepaden, zoek dat nog maar eens op. Een van de eerste disclaimers is ook niet alles kan overal. Dat hebben we Remkes ook horen zeggen. Ja, ja. Maar het biedt wel een scala aan mogelijkheden. Volgens mij zijn die transitiepaden overigens ook niet limitatief. Maar het zou een heel interessant En daarbij kan de provincie natuurlijk wel zeggen, first things first. Dus de allerbelangrijkste opgave nu, hè, bijvoorbeeld kijken, die piekbelasters zijn nu in beeld. Van wat je daar al kan doen, doe dat. He, want dat gaat wel helpen om in ieder geval weer op een andere plek ruimte te krijgen. Ja, maar het wegnemen van... Ja, natuurlijk. En we hebben natuurlijk ook, door hoe de situatie gelopen is, zitten we natuurlijk ook met wat... de staat van de natuur heeft urgentie nodig. En dat vertaalt zich in juridische uitspraken. Ja. Ja, daar zullen we het mee moeten doen. Ja. We gaan even naar het derde. Jan is er een... Ja, ik heb nog één vraag. Dat gaat over de keten. Een kijker die merkt scherp op. Willen jullie de keten ook betrekken in het gesprek naast het perspectief van de boer? Ik moet denken dan aan supermarkten bijvoorbeeld. De grote voedselindustrie, de Melkunie. Ja. Recent heeft Hak natuurlijk gezegd, wij willen over 5 jaar alleen maar biologisch dophechten en alles wat in die potjes doen. Hè. Dus daar zit ook wel beweging in. Ik denk dat ook wel eens het fascinerende van wat er nu gebeurt in de landbouw. Hè, dat kunnen we ook onze trots aan ontlenen dat het ook voor andere sectoren gaat gebeuren. En ik denk dat de supermarkten zeker eigenlijk nog veel meer aan de andere kant zitten dan echt dicht bij de landbouw. Maar die zullen ongetwijfeld onderdeel van de oplossing zijn. Tegelijkertijd, een supermarkt doet ook maar wat de consument wil en hoeveel bewegingsruimte hebben die uiteindelijk. Ja, dan maken we het verhaal nog groter. Hè. We waren net dan in Brussel en misschien op wereldschaal met handelsverdragen. Ja. Maar nu moeten we de consument er ook nog bij gaan halen met een ander eetgedrag. Ja. Daar is natuurlijk al een hele beweging in aan de gang. Het maakt het allemaal niet makkelijker op. Maar goed, als het makkelijk was, hadden we het al opgelost. Ja. Nee, dus het antwoord is, ja, we hebben inderdaad in ons verhaal hebben we nog even gefocust op de ondernemer en de natuurbeheerder en de publieke partijen. Ja. Maar nee, dit gaat natuurlijk over het hele agrocomplex, over alle ketenpartijen. En je ziet dus inderdaad dat er al dingen gebeuren. Rabobank is in één keer toch anders gaan kijken naar bijvoorbeeld het uitgifte van leningen. Maar de brief van Staghouwer, die ik al even gerehabiliteerd heb, dat ademde ook wel van, wacht even, die partij... Daarom zeg ik ook, de overheid gaat er niet zelf over. Dus wat de Rabobank doet en andere banken doen, heeft ook ongelooflijk veel impact op hoe die transitie zal gaan lopen. Precies. Ja. En je merkte wel dat daar in die brief van Staghouwer wel over gesproken werd. En dat er ook ik proefde daar ook een zeker ongeduld in. Dus je ziet wel dat hoe we met elkaar gaan samenwerken, dat we daar ook nog op aan het puzzelen zijn. Maar ja, het is evident. Dit is een hele grote tafel die je neer moet zetten als alle partijen eraan kunnen zetten. Ja, nou, we pakken even het derde onderwerp. Daar komt die verbeeldingskracht komt naar voren. Dat ontwerpen. Waarom is dat zo belangrijk bij deze grote opgave, transitie? Ja, ik zei er net al wat over. Hè. Transitie, dat woord dat klinkt nog redelijk neutraal, maar als je het systeemverandering noemt, dat klinkt niet alleen groot, dat is knijtergroot. En zeker als je je onderneming op een bepaalde manier hebt ingericht, je organisatie op een bepaalde manier hebt ingericht, dan is het soms wel echt even lastig om te gaan bedenken, ja, maar wat dan? Wat, als we van A naar B gaan, wat is B? Hoe kan dat eruit zien? Hoe kom ik daar? Hoe ziet het leven er daaruit? En dan heb je toch af en toe eens wat mensen nodig die
ja, je helpen om daar een voorstelling van te maken. Die is even een blik werpen die verder dan 3 tot 5 jaar vooruit is. En de derde week van oktober kun je bijvoorbeeld naar de Dutch Design Week in Eindhoven. En er zijn allerlei ontwerpers die bezig zijn met het vormgeven van ons leven, van de wereld. En weet je, daar staan de biobased huizen al. Die worden nog niet gebouwd op grote schaal, maar het kan. En zo gaat het ook met de zaken in de landbouw, precisielandbouw. Hè, dat is een van de dingen waar we daar al jaren naar kijken, wat de mogelijkheden zijn. Dus verbeeldingskracht is niet alleen, zoals de landschapsarchitect al heel lang doen, gewoon schetsen maken met de mensen aan tafel, laten zien wat de opties zijn, hoe het eruit kan komen te zien, maar dus ook informatie uitwisselen, met elkaar uitnodigen op excursies. Ga kijken op Precies. de plekken waar men daarmee bezig is. Ja, en het zijn geen blauwdrukken, het is geen copy-paste, maar het is een spreek tot de verbeelding, letterlijk. Ja. En ga ermee aan de gang. Ga er gewoon zelf mee kijken, wat past bij mij, wat heb ik daarvoor nodig. In de wetenschap, dat veel van die ideeën die nu nog betrekkelijk maf zijn, is dat we best wel wat zaken in het systeem zullen moeten aanpassen om dat schaalbaar te maken. Ja, ja. Wat mij intrigeerde in jouw essay, de 5 regels... dat wij eigenlijk ook daar veel meer moeten denken, niet in oplossingen, daar hebben we het al over gehad, maar in mogelijkheden. Hè. Het verschil tussen, hoe formuleerde je dat ook alweer, risico ja. en onzekerheid. Ja, dat is wel een belangrijke. Kijk, als ontwerpers zijn wij altijd bezig om onzekerheden uit onze maffe ideeën te halen. He, want wij weten ook niet of iets gaat werken. Maar je kunt door kleine testjes te doen, kun je je onzekerheden reduceren en ontstaat er op een gegeven moment een nieuwe mogelijkheid. Ja. Wat ik heel erg merk in publieke organisaties is dat we, en er zijn heel veel begrijpelijke redenen waarom dat zo gaat, maar dat als het echt ingewikkeld wordt, is dat we onzekerheden als een risico gaan benaderen. En daar zit wel een heel belangrijk conceptueel verschil. Want risico's zijn ongewenste gebeurtenissen die je wilt voorkomen. Onzekerheden zijn mogelijkheden die je nog niet kent. Dus en dat kan ook heel inspirerend werken. Ja, het is te gek. Mogelijkheden die je nog niet kent, die vragen om ontdekt te worden. En daar, ja, dus ik word altijd wel enthousiast van. Ik ga in één keer een nieuwe mogelijkheid zien welke kant het op kan. Ja. En dat kun je organiseren. Dus het ontdekken van nieuwe mogelijkheden kun je organiseren. Je kunt gaan kijken bij niche-spelers. Je kunt zelf met elkaar op avontuur gaan, op ontdekkingsreis gaan. Maar er zitten vaak in hoe wij praten, zitten A, hebben we vaak de conventie hoe het nu georganiseerd is, dat we daarbinnen stappen moeten gaan zetten. Nou, in de transitie moet je dat ter discussie durven stellen. En ik ben even kwijt wat mijn tweede punt was. Maar in ieder geval die verbeeldingskracht, die helpt ons om ook echt op een gegeven moment naar nieuwe mogelijkheden te gaan zien. Ja. En dan wordt het soms zelfs wel een beetje leuk. Maar dat moet heel inspirerend werken. Dat zijn eigenlijk de cadeautjes in het proces die de volgende stappen weer mogelijk maken. Ja, maar ik zou er nog een cadeautje aan willen toevoegen. Want ja. Die nieuwe mogelijkheden, hè, dat ben ik altijd enorm gefascineerd. Ik heb heel lang in de glastuinbouw gewerkt en dat is een eindeloze veelheid nieuwe mogelijkheden en inventiviteit. Daar kan ik enorm van genieten. Maar het vraagt ook van, hè, hoe beschouw je nou kennis? Hè? Is dat het ontwikkelen van nieuwe kennis of is dat het vermogen om kennis uit het verleden te ontsluiten en weer mee te nemen? Hè, dus bijvoorbeeld als je kijkt naar de problemen waar we nu voor staan. Hè, die zijn in elk geval voor een groot deel gestart ergens in de jaren 40, 50. Hè, dat die landbouw opeens intensiever en intensiever was. Hè, wat zijn toen de overwegingen geweest voor mensen die, met de blik van nu eigenlijk een natuurintensieve landbouw aan het doen waren om te gaan intensiveren. Hè, welke afwegingen waren dat? Hè? Dat was onder andere de bittere armoede, ongeletterdheid, allerlei zaken. Daar kunnen we enorm van leren. Jan Terlouw heeft mooi de lege stoel van de toekomst gezet, maar ik denk dat we ook de lege stoel van onze voorouders neer moeten zetten. En dat er ook een enorme hoeveelheid mogelijkheden daar nog in besloten liggen die we eigenlijk onderbelicht laten. En die zouden bij die gebiedsprocessen een hele belangrijke plek kunnen krijgen. Ja, en sterker nog, dat hele idee hè, van extensieve of meer natuurinclusieve landbouw, dat zit er al een beetje in. Hè, van hey, zo deden we het vroeger, kunnen we dat op een moderne manier weer opnieuw vorm gaan geven. Allerlei dingen hou je daarbij tegen om dat goed te doen. Ja. En de ondernemers die dat lukt, die zijn fantastisch. Ja. Dat zijn bijzondere mensen die ondanks alle weerstand dat kunnen maken realiseren. Maakt die ook rendementen?
De een wil de ander niet, maar die hebben meer doelen dan alleen rendement maken. Die vinden een dieren belangrijk. Of is ook wel een intrinsieke motivatie voor. Als je het hebt over verbeelding, wat ik een prachtige... het is een plaatje, maar ik vind een filmpje van plaatje, dat vind ik helemaal geen verbeelding. Tenzij er een persoonlijk verhaal bij zit. En Alex Datema is natuurlijk wel een bekend persoon. En die zegt dat, wat ik van vroeger herinner, is dat ik met mijn vader op de tractor zat. En dat hij vertelde over alle vogels die er waren. Ik heb dat helaas niet met mijn kinderen kunnen doen. Maar ik wens mijn kleinkinderen dat die daar ook weer op de tractor zitten. Waarop dan ook om die vogels weer te zien. Ja. Ik wil daar nog even op aanhaken. Want soms wordt de suggestie wel gewekt dat veel van de grote veranderingen die nu op het boerenerf afkomen, dat die ook moeten gebeuren omdat het intrinsiek belangrijk is. Het blijven wel ondernemingen. Dus het moeten ondernemingen zijn waar zwarte cijfers geschreven kunnen worden. Okay. Een van de dingen waar we bijvoorbeeld wel eens anders naar kunnen gaan kijken, is naar hoe we landschapbeheer, natuurbeheer waarderen. Dat is nu nog veelal georganiseerd vanuit een principe van income forgone, wat eigenlijk betekent je krijgt een vergoeding voor de opbrengst die je niet meer hebt. Mm-hmm. Net zoals dat we de boeren zoals ze nu produceren, dat ze daarvoor waardering verdienen, zou ik er ook voor willen pleiten om dat ook te waarderen. Dus en ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten. Dus dat waarderen in intrinsieke zin, dus dat we ook weer echt zien zeg maar, wat ze toevoegen, maar het ook waarderen in financiële zin. Dus dat je ook je onderneming, dat je er ook een gezond fundament onder je onderneming kan zijn. Ja. Dat is denk ik wel belangrijk. Want, we gaan langzamerhand naar het einde toe. Ik wil nog even ruimte geven aan één of twee opmerkingen of vragen, Jan. Nou ja, wat positieve noten. Jij vroeg ook naar voorbeelden. Er is hier een opmerking uit... Eentje die ik niet zo snel weer terugvind. Ja. Dan wel een suggestie. Jongens, ik heb te veel, veel vragen. We gaan in ieder geval op alle vragen. Marcel, ik heb hem. Mooie start gemaakt in Twente vanuit het initiatief Vrouwelijke Agrarische Ondernemers over het samen verantwoordelijkheid nemen voor de transitie in het landelijk gebied. Ik weet niet of jullie het kennen. Deze groep. Nou, ik wil sowieso wel een lans breken om meer vrouwen aan tafel te hebben als het gaat over landbouw. Ja. Dus, lijkt me een positieve voor de volgende. Ja. En dan is er iemand die stelt de vraag in hoeverre je ook biobased... Jongens, sorry. Oh ja, de bouw moet verduurzamen door onder andere de overstap naar biobouwstoffen. Hoe regel je dat met ondernemers en boeren samen om een keten op te zetten in het gebied? Dat is natuurlijk een hele nieuwe business die kan ontstaan. Ja. Precies hier gaat het over. Want we weten dat biobased bouwen kan. Ja. We weten dat we het kunnen verbouwen. Maar er is nog geen aanbod omdat er geen vraag is. Dus kunnen we nou die transitie versnellen door dat construct, wat nu de boel behoorlijk op zijn plek houdt, door dat te doorbreken? Ja. Nou, dat zijn dan van die inspirerende vragen waar ook dan de verbeeldingskracht nodig is. Van ja, dat kunnen we. Dus verbeeldingskracht is ook niet alleen bij ontwerpers, dat zit ook gewoon bij ambtenaren, dat zit bij iedereen. En dan kom je weer in die verbeeldingskracht, we hebben het nog steeds over dat blokje, maar er stond bij de Floriade een prachtig paviljoen, Natural Pavilion, waar op allerlei mogelijke manieren zichtbaar werd gemaakt hoe je met biologische, biobased bouwmaterialen de gebouwen van de toekomst kunt realiseren. Ja. En dat was voor een aantal aannemers, ontwikkelaars die daar kwamen, zelfs gemeenten, een eye-opener. Ja, misschien wordt het wel een voorschrift over een aantal jaren. Ja. Dat je 50% biobased moest zijn. Nou ja, precies. En dan zit je erbij dat deze transitie staat niet op zichzelf, maar hij gaat raken naar allerlei andere dingen. Er gaat alles is in beweging, ook de bouw, ook hoe we ons verplaatsen, al dat soort zaken. En daar moeten we op een gegeven moment de originele verbanden gaan leggen. En dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Nou, nieuwe mogelijkheden kunnen weer een plek krijgen in die transitiepaden. En dat zijn volgens mij allemaal bouwstenen om de boel in beweging te krijgen. Ja. Ik heb geprobeerd in mijn essay een beetje een voorzetje te maken. Ik weet dat er nog een sheet is met een downloadcode voor de mensen die dat interessant vinden. Nou, we zetten hem ook in de chatbox zometeen. Ja. We nemen hem ook na. Okay. Nogmaals, we zijn aan het einde van het gesprek gekomen. Ik wil iedereen danken. André, Michiel, Jan en natuurlijk u. Die heeft zitten kijken en luisteren. En dit is wat wij zien al dit jaar als een hoofdthema. Niet alleen in ons magazine, maar ook bij dit soort debatten, gesprekken en misschien ook wel excursies waar we momenteel over nadenken. We willen graag het land in. Als er ergens iets te vertellen is over dit proces waar we het over hebben. De transitie en hoe je dat doet. En praten en ideeën opdoen, inspiratie opdoen van verschillende kanten.
U krijgt een download link zometeen in de chatbox. Om het essay van André, Werk aan transities, 10 vuistregels voor een effectieve aanpak, daar te downloaden. Goed. Dank. Bedankt. Ik wil iedereen bedanken en tot de volgende keer, zou ik zo zeggen.